Hoe teken je een gezicht? Daar heb ik een super makkelijke manier voor. Begin met het tekenen van een cirkel en teken een middenlijn die uitsteekt. Teken nu de kaak en de kin door twee lijnen aan de zijkant te zetten en verbind die met de middenlijn. Voor de verhoudingen in het gezicht trek je drie horizontale lijnen zoals dit. En nu kun je gelijk zien waar de oren moeten komen. Op de bovenste lijn komen de ogen, op de middelste lijn komt de neus en op de onderste lijn de mond. En nu je alle verhoudingen weet, kun je de details gaan toevoegen. Ik begin zelf altijd het liefst bij de ogen. En als je nou wil weten hoe ik precies ogen teken, bekijk dan de video Hoe teken je een oog. En ook voor het tekenen van de mond, de neus en de oren heb ik een uitgebreide video. Voor de positie van de wenkbrauwen trek ik een onzichtbare lijn naar boven vanaf het oog. En de wenkbrauwen kun je zo hoog of laag zetten als je zelf wil. Ik voeg nog wat details toe en pak dan mijn kneedgummer bij. Deze kleurpotloden van Stabilo kun je namelijk best goed uitgummen. En ik gum nu alle basislijnen uit die we hadden getekend voor de verhoudingen. Net als alles in het gezicht kun je het haar tekenen hoe je maar wil. Ik heb gekozen voor golvend haar door ook golvende lijnen te zetten. En laat me weten of jullie ook een hoe teken je haar tutorial willen zien. Om de schetsen af te maken voeg ik de laatste details toe. En dan ben je klaar met het schetsen van je gezicht. Maar je kan de schetsen natuurlijk ook nog inkleuren. Laat me weten of je daar ook een video over wil zien. Heel veel plezier met tekenen en tot de volgende tutorial.